Marjan, goedemiddag. Goedemiddag Edwin. Hoe is het met je? Het is hartstikke goed bij mij. Ja. Ja, allemaal goed nieuws hier, hè? Ja. Ik was vorige maand wel bij je in verband met de vaandeldrager die er net was. En ik kwam net binnen en een van de portieren zei: kom je ons feliciteren met de goede bezoekersaantallen? Dat was goed. Ja, dat is echt bizar. We hebben gewoon meer dan 7000 man ontvangen. En dat is ongekend. Ik heb er geen ander woord voor. Wat is normaal voor zo'n maand februari? Februari schommelt altijd zo'n beetje rond de 2000 bezoekers. Een beetje erboven, een beetje eronder. Ja, ja. En dan had je nu nog allemaal tijdslot. Dus het was eigenlijk nog best een soort afgebakend. Het was heel afgebakend, anders kon het ook niet. Het moest ook. Wij zagen ook gewoon, zelfs met die afbakening, dan heb je 25 mensen per half uur. Nou, dat was ook echt nodig. Ja. En het was natuurlijk ook een combinatie met de voorjaarsvakantie nog. Dus er kwamen hier ook heel veel mensen. Die kwamen helemaal niet voor die vaandeldrager, maar voor de rest van het museum. Dus het was op een gegeven moment echt een soort, hoe ga ik dat noemen? Nee, het was gewoon echt zo druk bij de balie. Dus ja, er gebeurde van alles. Ik zag het die ochtend ook al. Maar heel leuk. En je had ook een paar gratis dagen natuurlijk ook nog. Ja, ja, dus, dat is onderdeel ook van de deal die je met het Rijksmuseum dan sluit. Hè. Er was een voorwaarde dat elk museum ook een gratis dag had. En wij hebben ervoor gekozen om 2 gratis dagen te doen. Ja. Om gewoon ook om mensen die... Nou, voor wie misschien geld toch een issue is of denken van ja, ik weet niet of zo'n museum wat voor mij is. Nou, dat je dan als je hier in de buurt woont toch wat makkelijker een keertje binnenkomt. Ja. Zeker bij zoiets. Nou, en dat is ook echt wel gelukt. Ik sprak ook echt mensen die er speciaal naar zijn gegaan. En dat ja, toch... zeker. En dat, ja, dat vind ik een mooie ontwikkeling. En nu zeg je, dus de samenwerking met het Rijksmuseum. En toen ik net binnenkwam zei je al van, daar staat er wel wat meer op stapel. Ja, ja, we hebben sowieso een ontzettend leuk programma dit jaar met tentoonstellingen. We gaan ook met de streekdracht weer iets heel bijzonders doen samen met het Pennywafelhuis en een Nederlands ontwerper, Duran Lanting. En die noemt zichzelf, hij wordt door anderen de Recycle King genoemd. Dus we gaan streekdracht recyclen. Oké, dat is leuk. Ja, dat is echt superleuk. Maar met het Rijksmuseum doen we dit jaar 2 dingen. We gaan in juli en augustus doen we mee aan een landelijk project. En daarin kies ook weer 12 musea, elke provincie 1. Die kiest een werk uit de collectie van het Rijksmuseum en die combineer je met een eigen werk. En dat heet The Match. En dat is in juli en augustus bij ons te zien. Een heel intieme setting. Zo 2 werken in 1 zaal, gewoon een bankje erbij en dat is het. En waar ik echt heel erg naar uitkijk is eind september, 30 september is de opening. Dan gaan we een tentoonstelling maken met werken van de 16e eeuwse Zeeuwse schilder Adriaan van der Venne. Het is al een heel lang wens van ons om daar een tentoonstelling mee te maken. En dat is voordat, want nou heb ik niet vaak dat ik zeg, dat is die en die. Maar deze man is van dat hele mooie schilderij dat je dat schip binnen ziet komen in Middelburg. Door het voormalige kanaal eigenlijk, wat nu de weg naar Nieuwland is. Ja. En daar ben ik de naam van dat schilderij vergeten. Prachtig werk is het. Iets van hoogwaardigheidsbekleders. Ja, intocht van hoogwaardigheidsbekleders in Middelburg, zoiets. Maar heel veel mensen kennen dat, want dat wordt ook heel veel gedeeld op Facebook. Dus het wordt ook zeer gewaardeerd. Het is een. Er zitten heel veel werken in van plekken die je kunt herkennen. Want hij heeft hier in Zeeland in Middelburg heel lang gewerkt en een tijdje in Den Haag. Hij heeft heel veel voor Jacob Cats getekend. Dus alle boeken van Jacob Cats zijn geïllustreerd door Adriaan van der Venne. En zijn werk zit. Het Rijksmuseum heeft echt een fantastische collectie. En daar hebben we echt ontzettend veel van mogen lenen. En dat is echt waanzinnig. Echt heel genereus. Ook allerlei werken die gewoon nu op zaal hangen in de vaste presentatie komen deze kant op. Maar ook werken van musea uit Duitsland, uit Frankrijk, uit Engeland. Nou, echt overal vandaan komen uit Europa werken van Adriaan. Vertrouwen in het Zeeuws Museum is groot. Of ken jij al die directeuren? Nee, ik ken niet al die directeuren. Nee. Maar dat is wel mooi dat dan toch kan. Ja, dat is echt waanzinnig. En ik moet zeggen, wij hebben ook wel geluk dat wij samenwerken met Edwin Buizen. En Edwin Buizen is hoofdcollectie van het Mauritshuis. En hij is gepromoveerd op het onderzoek naar Adriaan van der Venne. Okay. Maar ja, als je dan zo'n expert in de buurt hebt zitten... Het is dan toch jammer als je daar niks mee doet. Nee, dat is heel mooi. Maar daar verheug ik me echt op. En dat is ook een tentoonstelling waarin we hopen dat de stad ook echt mee gaat doen in... mensen ook wijzen op die tentoonstelling. En dat er dus eigenlijk een beetje gebeurt wat nu ook gebeurt. Dat er toch heel veel mensen speciaal voor die tentoonstelling hier naar Middelburg gaan komen.
En dat er ja, dat ook de stad daarvan mee kan genieten. Nou ja, dan kijk, ik doe ook wat dingetjes met de stad. Ja, dat is leuk. En kijk, ook een aanleiding dat ik hier vandaag ben. Het Sins Museum is lid geworden van de Vereniging Ondernemers Middelburg. Ja. Nou, en dat is. En jullie zijn niet het eerste culturele organisatie. De Vleeshal is dat tijdje terug ook lid geworden. Ja. Maar heeft dat hiermee te maken? Of, was nou, wij wilden dat eigenlijk al een aantal jaar geleden. En, ik werk hier nu dus al heel lang, al vanaf 2009. En ik had al eens eerder geïnformeerd en toen. Ja, nee, jullie zijn geen ondernemer, dus dat kan niet. Precies, ja, dat was het verleden. Was dat ja, en toen zag ik ineens, hé, Vleeshal. Dus ja. Wij zeiden van, Vleeshal? Kan wel, ja. Dan gaan we het opnieuw proberen. Dus ja. Maar weet je, wij zijn niet op winst gericht. Nee. Maar dit is wel gewoon een bedrijf. Ja, ja. Ik bedoel, ik kan het niet more glamour maken, want het is gewoon een bedrijf. Nee, maar jullie ondernemen in cultuur toch eigenlijk? Ja, wij zijn culturele ondernemers. Ja, ja. En wij ondernemen ook in die stad. Wij zijn niet op winst gericht. Nee, precies. En bijvoorbeeld het museumcafé, dat is ook niet de exploitatie niet van jullie. Nee, dat hebben we uitbesteed. Ja. Dus we zijn ook geen valse concurrenten van andere bedrijven. Nee, jullie zijn gewoon van harte welkom, daar komt het op neer. Ja. Er is ook een verbinding en sowieso de hele Abdij. Kijk, ik denk dat heel veel mensen die hier komen winkelen, dat ze ook graag de monumenten en de oude dingen bezoeken en de musea en noem het allemaal maar op. Ja, laten we wel zijn, hè, het Abdijplein, dat is natuurlijk gewoon een van de allermooiste pleinen in heel Nederland. Precies, dus, dat is ook gewoon de moeite waard om mensen naartoe te sturen, om gewoon alleen naar het plein te komen. Dat komt er ook binnen bij ons, hè? Ja, nou ja, jullie doen ook altijd mee met de Nacht van de Nacht. Ja, zeker. Zijn jullie misschien wel de grootste deelnemer? Dat is ook wel eens anders geweest, maar Je hebt ook nog samen getwitterd, hè, voor de Nacht van de Nacht. Weet je nog? Ja, dat weet ik zeker. Toen was je druk volgens mij nog niet zo heel lang. Toen was het 2012 of zo. Ja, 2012, 2013, zoiets. Het gaat allemaal snel, hè. Ja. Maar je bent er nog steeds en voorlopig blijf je ook nog wel, toch? Hoe noem je dat? In het verleden behaalde resultaten geven voor de toekomst. Ik weet het gewoon niet. Ik doe niet aan planning op die manier. Maar je bent ik vind het hartstikke leuk hier. En jouw zus accent is nog steeds niet weg. Nee, dat is een grapje. Maar volgens mij ben je wel hartstikke blij in Zeeland, toch? Ik voel me hier echt thuis. Ja, ik voel me hier echt thuis. Ja, ik woon hier met zoveel plezier. En ja. Het is fijn hier. Ik vind het ook qua cultuur hier heel prettig. Ik kom uit Noord-Nederland, dat hoor je nog steeds. Maar dat is, toen ik hier kwam wonen, had ik echt lekker, dit voelt als thuis. Ja, het is zo herkenbaar. Ja. Ja, dat is natuurlijk ook gewoon meerwaarde als je ergens woont. En ik vind, het Sins Museum vind ik gewoon echt zo'n ontzettend mooie plek. En ik heb zo'n ontzettend leuk team hier. Ja, en er gebeurt, ik kan er net ook weer. Er veel, ik denk, wat lopen er nou allemaal mensen rond, maar nu is de wandeldrager is spoorloos verdwenen. Dat doen ze heel spoorloos. Daar wist jij zelfs niet eens precies van. Maar daar is nu bijvoorbeeld wel weer een workshop vandels zelf maken. Dus kan ik er ook nog eentje maken voor Wij Zijn de Stad? Zo je zeker kan dat. Dat kan, oké. Ja, die kan je gewoon aanmelden. Oké, dat is heel goed. Kijk. Op onze website staan de data dat je mee kan doen. Kijk. En dan meld je je gewoon aan en dan maak jij gewoon welke banier jij wil. En je mag hem dus zelf gebruiken. Je mag hem ook aan ons doneren. Oké, dat is super. En dit is misschien leuk voor andere mensen. Maar als je hem doneert aan ons, dan komt hij in de Banner Lending Library. Het is een internationaal fenomeen. En als je dan zelf ergens wil demonstreren of een optocht meelopen, dan kan je bij ons komen kijken of er een banier of een vlag tussen zit waar jij wat mee kan. En dan kan je die lenen en dan breng je hem de afloop weer terug. Ja, dat is superleuk. Ja, jij zit vol verhalen, dat is prachtig. Ja, nee, we gaan toch maar afsluiten. We staan op een mooie plek. En, leuk om je weer even te spreken. En iets zeg maar dat ik dit jaar dan nog wel een paar keer weer tegen zal komen. Ja, dat hoop ik toch. En goede samenwerking. Ja, dankjewel.